Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Davy en in deze video ga ik je laten zien hoe je het cameraglaasje van de iPhone 7 Plus moet vervangen. Nou, je kunt alleen het cameraglaasje vervangen of de gele camera lens. Nou, wij kiezen ervoor om vaker het cameraglaasje te vervangen dan de gele lens. Je krijgt de gele lens namelijk heel moeilijk uit de iPhone 7 Plus. En alleen het glaasje vervangen is een stuk makkelijker. Nou, wat heb ik daarvoor nodig? Dat is een heat gun of een fun, of in ieder geval iets wat iets warmte afgeeft. Een reparatiesetje, wat B7000 lijm en een cameraglaasje van de iPhone 7 Plus. Nou, hoe we dat gaan doen, ga ik je nu laten zien. Nou, we gaan beginnen met het uitzetten van de iPhone 7 Plus. En als we de iPhone omdraaien, dan zien we dat het glaasje behoorlijk beschadigd is. Nou, in eerste instantie gaan we hem een klein beetje verwarmen. Ik heb hem op een lage stand staan. En waar je moet opletten bij deze reparatie is dat je de achtercamera zelf niet gaat beschadigen. Je zit nu natuurlijk dicht bij de lens van de achtercamera te werken en we moeten zo min mogelijk proberen te raken tijdens het losbreken van het glas. Ik haal ook gelijk zoveel mogelijk glas er al uit als dat mogelijk is. En pas op voor je ogen dat je niet per ongeluk erin wrikt. En dat dan al het glas naar boven schiet. Dus we doen beetje bij beetje. Halen we het glas eruit. Nou, ik merk dat het nu weer iets moeizamer gaat. Dus ik ga hem weer een klein beetje verwarmen. Maak hem niet te warm, ik moet gewoon mijn hand erbij kunnen houden. Als ik merk dat het voor mijn hand redelijk warm wordt, dan haal ik de heat gun weer weg. Nou, door middel van een platte schroevendraaier kan ik mooi via de zijkanten langs de rand gaan. Dan hoef ik ook niet bang te zijn dat ik tegen de cameralens van de achtercamera aankom. Maar dat ik het puur alleen bij het glas hou. Wat je nu ziet is dat je wat lijmresten overhoudt. Dat gele. En het glas komt nu mooi een klein beetje los. Nu weer iets moeizamer. Dus gaan we weer het glaasje een klein beetje verwarmen. Van één camera is het glaasje er nu redelijk vanaf. Nou, nu hoop ik weer een stuk verder te kunnen. Nogmaals, wees voorzichtig met de achtercamera en dat je niet de doorschiet. Dat er wat glas in je gezicht komt. Doe het gewoon een beetje bij beetje. Neem hiervoor ook gewoon rustig je tijd. Zodat we elk stukje er voorzichtig uit kunnen halen.
Nou, het meeste glas hebben we nu verwijderd. En wat je dan ziet is dat er nog wat een oranje laagje achterbleef. Nou, dat is de, dat zijn de restanten van het lijm. Kijk, hier liggen nu behoorlijk wat glasflesjes. Die veeg ik straks allemaal even bij elkaar. Maar het is ook enorm belangrijk dat je de lijmresten goed weghaalt. En goed alle glasresten, want kijk, aan deze kant zit nog behoorlijk wat. Ik raad niet aan om nu stikkerverwijderaar te gaan gebruiken of wat isopropiol. De kans is te groot namelijk dat dat in de achtercamera komt en dan krijg je vlekken. Nou, voor het laatste gedeelte pak ik even een plastic tool erbij gepakt. Om even iets grover langs de lijmrestjes te kunnen gaan. En met het metalen schraapje kan ik de laatste dikke lijmresten in het midden hier wat losmaken. Maar met de plastic tool kun je ze wat veiliger eraf hebben voor het laatste stukje. Nou, hier zien we ook best nog wel veel lijmresten. Nou, de meeste plakresten hebben we er nu uit. Ik schraap nog heel even zoveel mogelijk weg. Haal even de dikkere stukjes van de lens af. We gaan nu de achtercamera weer even testen voordat we het glaasje erop doen, dat we hem niet hebben beschadigd. Dan zit er nog wat kleine lijmresten op, maar de camera lens ziet er nog goed uit. Als ik inzoom, dat ook nog scherp. De camera lijkt het gewoon nog goed te doen. Ik zie ook geen rare vlekken. We gaan hem dan daarom nu uitdoen. Pakken we het cameraglaasje erbij. Als je namelijk te lang wacht nu met een nieuw glaasje plaatsen, ook als die kapot is, dan kun je wat van die zwarte bruinige vlekjes erin krijgen. En dan zou je wel de achtercamera ook moeten vervangen. Nou, die kant heeft een andere kleur dan deze kant. Die zwarte kant die moet naar boven. Hier doen we wat B7000 lijm op. Met de punt gaan we een klein beetje door het lijm heen. Daarmee kunnen we langs de randjes van de achtercamera. Let goed op dat je geel lijm op de lens smeert. Smeer ook niet te veel op. Als je de cameralens erop drukt, dan drukt het zich ook nog een klein beetje uit. Dan zet het dus nog een klein beetje naar links en naar rechts.
Hier in het midden. Een heel klein druppeltje. Dan mag het nog iets uitzetten. Ja. Ik vermoed dat ik nu voldoende heb. Nou, wat even belangrijk om te weten is dat de kleine lens die je nou ziet, die moet aan de binnenkant. Dus die komt aan de rechterkant en de grote lens die komt aan de linkerkant, aan de buitenkant. Nou, die drukken we er weer op. Goed aandrukken. Nou, wat je op de lijm kan zien, is dat die na 3 minuten redelijk droog is en na 24 tot 48 uur is die uitgehard. Nou, de reparatie is geslaagd. Ik ga hier nog even de laatste glasscherven opruimen. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad en dat je er wat van hebt geleerd. Ik zou het erg waarderen als je een likeje wil geven op de video. En natuurlijk even wil abonneren op ons kanaal en een leuke andere reparatievideo wil kijken. Tot zover wil ik je nogmaals bedanken en ik zie je graag terug in een andere reparatievideo. Tot ziens!